Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdagmiddag en vandaag heb ik weer rijles. Dat ik gewoon alleen een theorielesje krijg, maar ik moet gewoon snel mijn ding doen, want ik wil natuurlijk van Fred winnen. Dus ik ben vandaag ook in mijn eentje heen gegaan. Fred kan vandaag niet, want die moet werken. En ik heb er zin in, ik ben benieuwd. Ik wil natuurlijk zo snel mogelijk mijn theorie halen, zodat ik daarna gewoon mijn rijbewijs kan halen. En dat ga ik gewoon doen. Hey jongens, ik ben aangekomen, alleen ben ik wel iets te vroeg. Ik zou moeten zijn rond 2 uur volgens mij en het is nu 2:50. Met andere woorden, ik ben veel te vroeg. Maar ja, hopelijk kan ik lekker geholpen worden. En hier moet ik zijn. VDR, verkeersopleidingen. Nou, daar gaan we dan. Ik ben zo veel te vroeg. Net weer een theorielesje gehad. En ik heb er wat dingen geleerd over borden en zo. Ik voel me al een heel stuk wijzer. En nu is het mijn beurt in de autosimulatie, toch? Simulator, ja. In de autosimulator waar ik zeg maar eerst les krijg van een soort neppe rijinstructeur. In een auto, toch? Niet nep! Nou, die zeg maar niet persoonlijk aanwezig is. Nee, maar een computergestuurde instructeur. Een computergestuurde instructeur die mij dus les gaat geven. Als ik dit heb gedaan, dan ben ik ready om op de echte weg te rijden, volgens mij. Als je een beetje een goede score hebt, tenminste. Dus daar ga ik. Ik heb net gestuurd. En het resultaat is dat ik hou van meer sturen. En zeg maar in die normale bochten denk ik van ja, hoef eigenlijk niet zoveel te doen. En nu mag ik gas gaan geven volgens mij, toch? Ja, maar je gaat eerst een stukje sturen op het circuit om te kijken en aan te voelen dat als je te hard rijdt dat het niet past. Ik even kijken. Alleen gas en rem. Nou, ik ben benieuwd. Hij zegt dus welke kant je op moet, hè? Je moet nu naar rechts. Er waren geen gas in de bocht, zag ik. Je bent een klein beetje de buiten de baan gekomen. Ja, maar ik kom sowieso volgens mij iets te veel snelheid in de bocht door. Dus, Maar ja, dit is om je te laten zien en voelen dat als je te hard gaat, dat het gewoon jongens, ik ben weer thuis naar rijles. En zoals jullie zagen was het wel wat moeilijker dan ik dacht in de simulator. Ik ging namelijk een paar keer wel even veel te hard door de bocht en sneuvelde wel goed. Maar ik denk wel dat het me gewoon gaat lukken. Ik moet het gewoon even wat vaker doen. Een beetje wat meer gevoel krijgen erin. Ik heb natuurlijk nog nooit echt gereden in de auto. Maar het helpt wel echt. Het is wel gewoon fijn, want je hebt zeg maar niet het risico van stel je voor dat je in de echte auto rijdt en je bots ben je gewoon klaar. En je kan je gewoon rustig tegenvallers botsen, de bocht uitvliegen en er gebeurt helemaal niks. Als je dat idee nou ook chill vindt, zou ik zeggen ga naar VDR verkeersopleidingen en meld je aan. Krijg je ook les in de simulator en dan pas ga je een echte auto in. En nu ga ik weer iets anders doen. Ik ga eerst make-up doen en dan ga ik Is het avond? Nee, het is nog steeds middag. Nee, het is 6 uur. Oh, het is 6 uur geweest. Het is avond. Echt serieus. Goedenavond allemaal. Wil je alsjeblieft iets voor me doen nu in de vlog? Wil je alsjeblieft nu die camera omdraaien en reizen voeten filmen? Ja, maar meneer, heb Birkenstocks aan. Dat is trouwens echt de grootste no-go ever, echt serieus. Maar die zitten zo lekker. Die moet echt, gooi ze weg. Echt ik kan je echt nooit, durf jij op Birkenstocks lopen in mijn bijzijn gewoon. Hoe ben je ze? Ah. Dat is jouw vriend, hè? Toch binnen 2 maanden. En weet je wat grap is? Hij heeft die Birkenstocks ook nog eens van mij gekregen. Jij bent zo fout, eigenlijk mag ik jou gewoon niet doen dit. Ja, doei. Wat doe je? Niks. Ga maar weg. Ze denkt ze bereid is. Volgens mij ben ik nog steeds niet bereid. Oh jawel. Ik ben bruiner. Kijk. Maar jij bent naar Aruba geweest. Ik ben bruiner dan een halfbloed. Waar is Fred? Wat ben jij bruin? Wat betekent die N? Die N staat voor nigger. Echt? Ja. Wat heftig. Wat staat er op de achterkant dan? Niks. Hier, moet wel. Is dit fashion zo? Dat je ding zo eruit? Oh nee, dat had ik niet gezien. Oké, tot zo. Doei. Ik ga zelf opmaken en ik wil dat lekker doen. Kun je niet aan mijn bil zitten? Wat op. Oh, trouwens, in mijn vlog ging ik je pesten. Toen zei ik, Lou, ik bleek een beetje vervelend tegen je. En toen hadden mensen onder mijn vlog gezegd,
Ben je kattig tegen Luke? Ja, ze zegt altijd kattig. Ze is echt. Ze heeft alleen maar. Ik heb zoveel leuke screenshots. Nee. Ik ga ze gewoon op Insta posten als je stoer doet. Ja, dat is lekker. Ik ga die gewoon tegen je gebruiken. Knipt, zag ik, want wij hebben hier nog geen. Ik heb niet uit mijn vlog geknipt. Ze zitten er gewoon keihard in, hè? Echt? Ja. Ik zag het echt niet. Ja, echt wel. Op die prinskies leek ik echt heel heftig. Maar je bent ook gewoon echt heel heftig. Je denkt altijd. Maar nee, jongens. Ik denk dat Laura er misschien leuk uit is, maar ik zie Laura op de lelijkste momenten. Ja. En het is natuurlijk hier weer een keer bloedheet, want zeg maar. En maar echt sinds net pas, want die is nog maar twee dagen geleden. Wil je niet de slaapkamer filmen zo? Zo, je hebt je beerkens ook zei, het is mooi zo. Pop, ga even een stukje rijden. Wat ga ik doen? Even een stukje rijden. Hier, ik heb nog eens even drie wieletjes thuis, zo. Dus ik kan je gewoon pakken. Dan heb ik een helm bij, doe je helm op direct. Oh, oké, okay, is cool. Doei. Zara. Sneakers Nike. Jordans. En die pet is van Aisha. Laat de deur maar open hoor. Aisha. Oh, betekent een beetje donker. Geen licht. Jezus. Ik ben heel basic. Ik heb een zwarte blouseje aan met van die zakjes. Die is serieus van de H&M. Ik word echt niet zeggen. Aisha. Ik heb echt 5 gekocht. Aisha. Aisha in de building. En ik heb ze nog steeds. En daar ben ik heel blij mee. Ik heb deze vette broek aan. En deze is van My Black Label. Een soort van pantalonachtig. Ik draag er ook zoiets bij. Hop, open schoentjes en mijn Louis. So, we're ready? Ready on. Klaar? Ja. Let's go. Auto sleutels. Wij gaan in ieder geval nu door naar... Ja, we gaan nu door naar de Social Awards. Dit is mijn fit. Ik ben gewoon denim met Chelsea boots. Een hoedje, beetje vroes. Ik heb er zin in. Ik ben nog nooit naar de Social Awards geweest. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Het is even nieuw voor mij als voor jullie. Dus, let's go. Nou, volgens mij zijn wij aangekomen. Daar is de ingang. Volgens jouw look? Ja, ik weet niet zeker. Ik weet het niet zeker. Heb je soms nieuwe patata's of zo? Ben je hard, hè? Copycat. Lookalike. Oh ja. Ik had ze voor jou, hè? Ik voel dat je echt gewonnen was. Hij is haten. Haten. Ja, zelf gehad. Oké. Doe je goed. Staat je beter. Ken ik jou? Kun je niet zomaar naast me lopen? Dank je. Doei. Yeah. Time is money, so don't fuck with mine. See him out with my girls, I'ma have a good time. Druk. En ik ga nu dus mijn naamkaartje ophalen. Mocht je niet weten, ik ben mee. Daar staat er Luca. Ik ga zo aflezen. En kijk dit man. Wat een drukte heb ik. Ik ga dus gewoon even mijn naamkaartje. Daar is hij, mijn naamkaartje. Dankjewel. Alsjeblieft. Mijn naamstikker heb ik hier zo. Voel me smoel. Heb je je naam al? Mijn haar gebarst. Oh mijn god, ben jij zo goed. Ja, je bent toch van die boy bent. En Laura. Oh my god. Als je girl bent, oud. Het valt wel weer tegen zo. Niet dan weer zo. Ik ben toch voornaam. Als je voornaam. Dus jij bent zeg maar Laura. Ken ik Laura van ons kamp op? Hey, als goed. Luca, wacht, mag ik lang. Broer, alles goed? Ja. Luca Giliot, interview 7 days. Kijk die ass. Kijk die ass. Oh, lala. Lala, lala. €400 man, €400. Doei! Praat over Misfit. Hey, Brit. Hey! Daar komt de vlog van Luca. Hoi! Zie je er mooi uit? Dankjewel. Hoe zit het van Robin aantrekken? Prachtig, echt waar. Schitterend. Ik heb een soort van. Het mag geen tijd. Ik heb een soort van. Hoi, jongens. We zitten nu eindelijk. Hebben we er zin in, Lau? Ik heb er vet veel zin in. We hebben elkaar echt lang niet gezien, hè? We hebben elkaar echt lang niet gezien. Laatst nog Phoenix Awards. Laatste keer was Phoenix Awards. Dus we praten over misschien wel 3 weken. Nee, 2 weken.
Ik doe mijn hand hier, jij doet hem daar. Zoveel. Behoorlijk lang. Ja toch? Ik heb er geen idee wat aan verwacht eigenlijk. Nou ja, er zijn gewoon een paar hele bekende social media personen die dan een woord krijgen. En dat gaan we winnen. En dan over een paar jaar, misschien volgend jaar wel, pakken wij een woord. Daar gaan we voor. Dat is ons streven. Jongens, ik ben weer thuis naar de Social Awards. En ja, was wel leuk. Dat is gewoon jouw chick, hè? Zo complimenten niet, hoor. Echt wel, dat soort complimenten houdt echt het allermeeste van mij. Als ik het gek doe. Nee, dat was leuk toch, Social Awards? Dat was gezellig met alle andere YouTubers die we kennen en zo. Dat is leuk. En je bent geïnterviewd door Spuit en Slik, geloof ik. De Metro ook. Wauw. Gewoon op YouTube. Ik was het niet. Ik heb een liedje. Door van wie nog meer? Shownieuws ook? Nee. Dat was hem. Dat was hem voor mij. Spuit, slikken en nog eentje. Ja, maar spuit, slikken was gewoon een publieksvraag. En de vraag is: wat nou als een leuk meisje aan sexting wil doen, maar dat awkward vindt? Hoe maak je dat minder awkward? Ja, dat vind ik ook een lastige vraag. Maar ja, ik ben dus gewoon weer thuis en ik ga gewoon niks meer doen.